Goedenavond allemaal. Welkom weer bij een nieuwe live-uitzending. Vanavond gaan we lekker aan het kleuren en een beetje ideetjes uitwisselen. Een beetje techniekjes aan jullie laten zien. En ik zou zeggen allemaal van harte welkom weer bij deze live-uitzending. Ik wacht uiteraard even totdat jullie mij allemaal gevonden hebben. En dan gaan we straks van start. Dus ik ben iets eerder dan de andere dames normaal gesproken, maar dat vinden jullie vast niet erg. Ik hoop dat het met de verlichting een beetje goed gaat, want ik heb er namelijk even een extra daglichtlamp erbij gezet. En ik weet niet in hoeverre dat straks goed gaat als ik eenmaal aan het kleuren ben. En misschien dat ik straks mijn werk nog wel iets in moet gaan zoomen, maar dat zien jullie wel. Die daglichtlamp, ik wil hem toch nog even laten zien. En ondanks dat, dat we nu gewoon in de JMA-groep zitten, wil ik hem toch laten zien, want hij is in principe voor elke winkelier wel te bestellen. En ik ben er zelf wel heel enthousiast over. Hij is een beetje lastig onder de camera te krijgen, maar ik heb er een van het merk SBR. Die heeft drie verschillende mogelijkheden. Dit is de modus om de kleurtint te veranderen. Dus ik heb nu, ga ik even naar warm licht. Ik heb medium licht. En ik heb een mooi blauw licht, zeg maar. Dit licht gebruik ik eigenlijk altijd voor het inkleuren. Er zit een timer op dat je hem uit kan zetten. Of dan gaat hij na een half uur gaat hij uit. En er zit hier op de aan- en uitknop, als je die eventjes ingedrukt houdt, ik weet niet of dat voor jullie zichtbaar is, maar dan zit er een automatische dimmer op en dan wordt je licht minder fel. Houd je die weer ingedrukt, heb je gewoon weer het normale felle licht. Nou, dit is een flexibele bureaulamp. Je kan die twee armen, die kan je uit elkaar bouwen. Of vouwen zelfs. En dan krijg je dus dat je de verlichting op verschillende standen kunt zetten. Boven je werk. En ik vind het ideaal. Ik zie dat mijn beeld weer niet doorloopt. Dus ik ga heel eventjes mijn iPad even een keer aan en uitzetten. Want zeker met het inkleuren vind ik het wel heel fijn om gewoon mijzelf te kunnen zien. Dus jullie moeten heel eventjes geduld hebben. Ik ben zo weer terug. Of ja, ik blijf wel in beeld. Alleen mijn iPad moet eventjes opnieuw opstarten. Want meestal gaat het daarna wel goed. Nou, kunnen jullie ondertussen nog eventjes tijd nemen om nog binnen te komen? Uiteraard start dan je iPad niet zo snel op als wat je wil. Maar goed, het is een lekker rustig avondje. En dan kunnen jullie misschien ook wel extra goed die schittering nog in beeld zien. Ik laat zo meteen een aantal voorbeeldjes even zien. Vanavond gaan we dus met dat kleurboek aan de slag en met de nieuwe lightmarkers. We zijn nu ook compleet met alle lightmarkers. We hebben nu dus alle setjes compleet en het zijn in totaal 144 markers. Dus er komen nu ook niet meer aan. Want ik denk dat we nu ook wel genoeg hebben. Even kijken of ik de goede groep weer kan vinden. Dat is hem niet. Volgens mij zie ik het nou wel weer. Nou, mocht het straks alsnog niet gaan, dan zien we het dan wel weer. Even de verlichting heel iets aan de kant. Nou, klein beetje horten en stoten, maar we zijn er. Het kleurboek. Het is een A5 kleurboek. Met grijs tinten, zodat je een soort, hoe zal ik het zeggen, no lines coloring techniek gaat krijgen. Er zit 20 vel in, het is 200 grams en het is dus watercolor papier. En alles zit er twee keer in. Ik weet niet, dus de meeste setjes zijn nog wel verkrijgbaar, geloof ik. En anders, alleen de eerste zijn er niet meer. De andere zijn er geloof ik allemaal nog.
Nou, dit is dus een plaat wat in zit. Deze mooie bloemenvaas zit in het boek. Nou, deze ben ik dus nog aan het kleuren. En dit is met de acrylpaint van Art by Marlene. Dat geeft ook een heel tof effect, maar daar ben ik nog mee bezig. Wordt dus later afgewerkt. Deze mooie bloemen zitten erin. Deze zitten erin. Deze zit erin. En alles zit er dus twee keer in. Nou, wat kun je met die platen doen? Je kan ze natuurlijk achter een lijstje doen. Dat heb ik onder andere bij één gedaan. En dat is bij deze. Dus je kan het gewoon achter een schilderijtje doen. En die kun je mooi zelf tentoonstellen. Deze is dus ook met de lightmarkers ingekleurd. En alleen een klein beetje schaduw op de achtergrond gedaan. Wat kan je er nog meer mee doen? Ik heb voor mijzelf in mijn art journal, die voorkant moet ik nog verder gaan pimpen. Maar ik heb dus een kleurboekje. Ik heb ook maar gewoon even de cover een gat in gemaakt. Ik ben nog met een paar platen bezig. Maar ik heb dus ook één kleurboek heb ik compleet in mijn planner gedaan. En dit wordt gewoon mijn een soort oefenboekje, zeg maar. En ik heb met deze pons van Vasen Creative, met die plannenpons, heb ik die gaatjes erin gemaakt. Dus dit wordt gewoon een kleurboek. En daar ga ik dan wellicht achterop schrijven wat ik erin heb gemaakt. Je kan ook zeggen van, ik heb bijvoorbeeld die plannerstans. Je kan ook de kleurplaten achter zo'n plannenstans doen en dan deze gaatjes daarin doen. Dan moet je alleen even aan beide kanten ongeveer een centimeter eraf snijden, zodat hij dan ook precies in je journal nog past. Dus je moet eigenlijk dit stukje wat hier tussen zit, moet je eigenlijk even wegdenken, want anders past hij niet in je journal. Dan willen jullie natuurlijk ook wel allerlei voorbeeldjes ermee zien. Ik heb nog niet van alle platen een voorbeeld, maar ik ben al wel een heel eind. Ik heb dus onder andere deze roos heb ik al ingekleurd. Deze heb ik ingekleurd en daar heb ik dus ook een beetje nog weer bruin tinten bij gedaan en oranje tinten. Deze heb ik ingekleurd en dat heb ik ingekleurd met de Wink of Stella. En in combinatie met deze lightmarkers ga ik ook straks laten zien. En jullie kunnen wel zien wat voor onwijs toffe glinstering als die nu heeft. Er zit gewoon helemaal een glim over de hele bloem. Deze heb ik ook ingekleurd. Ook gewoon een subtiele achtergrond erbij. Verder niks gedaan. Die achtergrondjes ga ik allemaal nog afwerken. Deze is ook nog niet helemaal klaar. Die moet nog een extra laagje erbij hebben. En wellicht ga ik straks in de live ook nog bij deze het een en ander weer laten zien aan techniekjes voor extra schaduweffecten. Deze is ook nog niet helemaal klaar. Ook daar wil ik nog wat finishing touch dingen aan gaan doen. Ook die komt nog. Even kijken. Dan ben ik met nog een paar proefjes bezig. Want ik heb zelf ook zo'n leuk A5 klembordje. Had ik eigenlijk genomen voor de fotografie. Ik denk dat is leuk om daar mijn platen mee op de foto te zetten. Maar ik vind het ook heel handig tijdens het kleurwerk dat ik gewoon een lekkere stevige ondergrond heb. Nou, hier ben ik met de blaadjes bezig. Moet ik ook nog mee verder. En deze ben ik nog met de bloemen bezig. Moet ik ook nog mee verder. Dus zo heb ik ook nog wat work in progress. Komt allemaal. De markers. Voor diegenen die ze nog niet kennen. Ik heb ze dus niet meer in de originele doosjes. De vaaskleuren. Nou, dat, wie weet komen we daar straks nog wel eventjes aan toe. En anders komen er zeker nog meerdere kleurworkshops. Ik heb voor mijzelf heb ik ze in deze bakjes gedaan. Maar er zijn ook allerlei andere opbergsystemen. Zelf heb ik in de winkel een opbergsysteem van Crafters Companion waar ze in zitten. Want deze zijn er niet meer. Deze doosjes in ieder geval. De kleuren. We hebben een setje. Ik
ga deze even aan de zijkant neerzetten. Een setje met Forest. Dus dat zijn een beetje ja, bruin tintjes en grijs tintjes, ook voor de schaduw. We hebben een setje Blooming, dat is ja, voor mooie bloemen in kleuren. En we hebben een setje met Vivids en dat is voor ja, de iets fellere kleurtjes. Andere setjes die we al eerder hadden waren bijvoorbeeld de Shadows. En zoals je wel kunt zien, we hebben hier bijvoorbeeld in deze Shadow serie de Warm Grey 1, 2, 5 en 7. En die is nu dus aangevuld met de Warm Grey 9. De Cool Grey, die is, even kijken, deze keer niet aangepast. Maar we hadden ook Blue Grey en de Blue Grey nummer 1, die zit hier nu dus ook bij. En de Green Grey, die zit in dit setje denk ik ergens. Ja, Green Grey zit hierin. Hebben we nu dus ook wat lichtere kleurtjes bij. Dus je kunt het nu onderling allemaal heel mooi met elkaar combineren. Dus in totaal 144 kleurtjes. Wat kan ik er nog meer over vertellen? Oh, deze had ik trouwens ook nog ingekleurd. Dat is ook inclusief zo'n glas wat jullie vroegen om in te kleuren. Nou, wie weet doen we dat straks nog wel. Wat doe ik daarna met al die platen? Nou, je kunt ze dus in je kleurboek gaan plakken. Je kunt ze achter een lijstje doen. Je kunt er natuurlijk ook gewoon kaarten van maken en een leuke achtergrond ermee maken. Wat ik bijvoorbeeld ook heel erg leuk vind. En dan zou ik bij deze aan alle kanten een centimeter eraf gaan snijden. Dan wil ik hem gaan matten op deze kleur. Dus eerst een basiskleur. Dan wil ik daar een matlaag van ongeveer een centimeter van zo'n stipje achter doen. En die weer gaan matten op een donkere. En dan ook gewoon een, ja dan moet je even naar deze kant ook zien dat het allemaal gelijk loopt. Maar daar wil ik dan bijvoorbeeld een leuke tekst nog op doen of een lintje erbij aan. En dan heb je er gewoon een leuke kaart van. Kun je dan gewoon netjes verzenden. Leuk hier onderaan bijvoorbeeld een tekstje of iets dergelijks. En dat papier komt uit de Shades of Pink. En dat dotje komt uit de Shades of Pink en dan de, het patronenblad. Dan gewoon wat van die rustige blaadjes erachter. En wat ik bijvoorbeeld ook nog zag, en dat had ik me nu net bedacht. Maar ik heb die ideetjes gewoon nog niet uit kunnen werken, komt binnenkort. We hebben bijvoorbeeld ook van Maya Design, die heeft ook van dat hele mooie papier wat niet al te druk is. En ik zou dan kiezen voor bijvoorbeeld een designpapier met zo'n ruitje of iets dergelijks in dezelfde kleurtinten. En die zou ik er dan achter doen en dan zou ik ook weer mijn papier eerst matten op een effen laagje. En van deze zou ik dan bijvoorbeeld een ja, 1,5 centimeter ongeveer aan de zijkant ernaast doen. En dat weer in een leuk lijstje of iets dergelijks. Dus je kan er ook een leuk min of meer passepartout erachter gaan doen. En datzelfde had ik ook voor die rode dan bedacht. Nee, de oranje was dat. Waar ben jij? Kijk, deze, die leek me ook heel erg tof om zo met dat groene erachter. Moet je zien hoe leuk dat uitkomt. Dus je kunt ook deze platen nog weer in combinatie met designpapier doen. En je kunt natuurlijk de bloemen ook gewoon netjes uitknippen en weer ergens anders op gaan plakken. Dus dat zijn wat ideetjes nog voor de afwerking wat je met deze platen kan doen. Nou, omdat jullie best veel vragen al hebben over een glas in kleuren, kan ik misschien daar het beste even mee beginnen. Wat ik trouwens even wil laten zien, hè. Deze kleur, zien jullie dat? Dat is gewoon één marker. En dat is deze kleur. Dat is de 282, de Peony Purple. En die komt uit het Vivid setje. En die valt dus uiteen in verschillende kleuren, paars en roze. Dit is echt met één marker gedaan. Nou, die marker gaan we er dan ook vanavond maar bij pakken. Ik ga er even een dingetje bij pakken met een vaas.
Nou, dan wat er deze dus gewoon weer. Met die markers. Ik kleur niet rechtstreeks op mijn papier. Er zijn wel mensen die het wel doen. Ik vind het vaak lastiger om rechtstreeks op papier. Omdat je dan gewoon makkelijker met een hele lichte schaduw kan beginnen. En vaak doe ik dan de laatste finishing touch rechtstreeks op de marker. Je kan kiezen om op, ik vind bijvoorbeeld dit palet van de Caran d'Ache heel erg fijn. Je kan de kleur op een acrylblok opnemen. Of je kan ook zeggen van, ik heb bijvoorbeeld de glasmat van Studio Light. Ook daar kun je lekker op kliederen en ook daar kun je de kleur vanaf pakken. Dan kan je werken met een waterpenseel. Ik heb er bijvoorbeeld een van Pentel. Er zijn er wat van de Derwent. Studio Light heeft er ook wat. Er zijn verschillende merken van. En wat ook heel erg leuk is, en dat heb ik afgelopen zaterdag tijdens de demodag ook gedaan. Dit is, deze is dan toevallig van Spectrum Noir, een sparkle pen. En dat is een, eigenlijk een soort waterpenseel waar glitters in zitten. Dus hier zit water in. En dit is de Wink of Stella. En dat is hetzelfde. Ook daar zit gewoon eigenlijk water in. Hier kan je heel mooi mee inkleuren. Ook zie dat Carla, die is nu bij ons op vakantie. Ja, vanmiddag was ik helaas niet. Vanmiddag was ik helaas mijn bed ingedoken. Dus wie weet heb je morgen geluk, maar ik beloof nog even niks. Omdat ik, net als bij die paarse bloem, eigenlijk wel graag wat glitters wil hebben, ga ik ook bij deze gewoon hiermee inkleuren. Dus nu heb ik geen waterbakje nodig, want hier zit al water in. En wat ik dan doe, is de kleur zo aanzetten en uitvloeien. En ik begin dus aan één kant met aanzetten. En dat vloei ik uit naar beneden toe. Vind ik dat er nog te veel kleur op zit, dan veeg ik gewoon mijn waterpenseel weer af. En begin ik gewoon bij een ander stukje, begin ik weer met een nieuwe kleur aan te zetten. Even afvegen. En dit trek ik naar beneden toe. Ik zal heel iets in gaan zoomen nog voor jullie. Kan nog wel ietsjes. Volgens mij kunnen jullie het dan wel redelijk goed zien. Hoe kleur ik? Waar let ik op? Nou, voor mij is het kleuren gewoon puur ontspanning. Het is een kleurboek. Dus ik hoef er niks mee. Wordt hij mooi, dan verwerk ik hem. Wordt hij niet mooi, dan heb ik gewoon een lekkere uurtje lol gehad. En ben ik lekker aan het ontspannen geweest. Dus ik doe het gewoon echt op de bonnefooi. En gaandeweg heb je voor jezelf natuurlijk wel een beetje een idee van, nou, op deze manier werk ik graag met de schaduw. Je gaat daar gewoon gaandeweg wel een beetje een weg in vinden. Dus ik pak elke keer gewoon weer opnieuw wat inkt op. En ik veeg dat weer uit. Zorg ervoor dat je niet te veel inkt oppakt. En dat je ook niet te nat werkt. Wat ik vaak doe, en dat doe ik nu dus eigenlijk niet. Het hele blad, of ik kleur eigenlijk de roos normaal gesproken helemaal nu in. Alleen de eerste laag. Dat laat ik even goed drogen. En dan begin ik aan de tweede laag met de schaduw eroverheen. Dus ik zou nu eerst eigenlijk naar de volgende roos gaan. Bijvoorbeeld deze. Dan zou ik die helemaal in gaan kleuren. En ik zal zo meteen even in beeld laten zien. Oh, jullie kunnen dat wel zien, hè, met die glinstering, hoe tof dat is.
Dus nu heb je gewoon eigenlijk van de light markers heb je nu gewoon eigenlijk een soort glitterverf gemaakt. Nou, dan kan dus met deze van de Sparkle Pen van de Crafters Companion. Het kan met de Wink of Stella. Het merk Couture Creations heeft ook wel een Sparkle Pen. Als je maar zorgt dat je dan de transparante hebt, want die heeft gewoon de transparante glimmers. Dus dat is dan in principe een vervanging voor je waterpenseel. Nou, ik ga bij deze even het hele blaadje, of deze hele roos even inkleuren. En als we dan straks de tweede laag eroverheen doen, dan kunnen jullie wel zien hoe die kleuren dan weer uiteen gaan vallen. Dat als ik er een tweede laag overheen doe, dat het gewoon ja, eigenlijk bij wijze van alweer een hele andere kleur gaat lijken. En dat vind ik ook het leuke van die light markers. Niet elke kleur heeft dat, maar er zitten wel heel veel kleuren in die dus echt uiteenvallen in verschillende kleurtjes. Ja, nu ga ik automatisch alweer over deze heen om een tweede laagje aan te brengen. Dit is bijvoorbeeld mijn eerste lichte basislaag. Ik ga ook even een groen blad voor jullie kleuren. Maar ik vind de groene bladeren vind ik eigenlijk niet zo heel erg passend. Even kijken. Een nieuwe Wink of Stella. Als je een Wink of Stella en die is bijna leeg, dan kun je hem gewoon nog eerst weer vullen met water. Want meestal zitten er nog zoveel glitters in dat je hem gewoon weer kan vullen. Heel goed schudden en weer verder gaan. In het setje van de Forest zitten bijvoorbeeld ook de kleur putty en bronze green. Wat ik met groen vaak doe, is op mijn sheet alvast lekker een beetje van alles door elkaar heen. Daar kan bijvoorbeeld ook nog wel een klein beetje van de kleur green er ook doorheen. En dan pak ik dus wel een waterpenseel. Even kijken, ik had daar een andere voor. En een bakje met water. Dan begin ik met één kleur. Dat pak ik gewoon van mijn papier af. En omdat deze bladeren wat groter zijn, pak ik daarvoor vaak een penseel wat al ietsjes grover is, zodat je gewoon lekker snel een mooie basislaag kunt maken. Dus ik maak eerst even één basislaag in die kleur groen. Even kijken dat ik wel binnen beeld blijf werken, want ik zit nu natuurlijk zo ingezoomd. Dat als ik te veel ga draaien, dat ik dan buiten mijn beeld ga draaien. En dat is niet de bedoeling. Kijk, en doordat ik nu al op mijn palet verschillende kleurtjes groen heb gepakt, krijg je dus al gelijk een beetje dat mooie kleurverloop erin. Ja, blaadjes, ik doe ook vaak wel een beetje zo bij de tweede laag wat deppend eroverheen. Ja, blaadjes die hebben natuurlijk heel veel verschillende kleurtjes. Ik heb nog nooit een blad gezien wat één en dezelfde kleur heeft. Dus ja, daar ga ik gewoon altijd een beetje mee spelen om dat ja, een beetje zo door elkaar heen te gaan krijgen. Kijk, zien jullie nu, krijg je een beetje echt dat watercolor effect. Gaan we ook aan deze kant nog weer doen. En omdat we nu dus een grijze tekening hebben, met grijze lijnen, krijg je dus ook echt een beetje dat, ja, dat echte watercolor, dat no-line techniek. Dus je ziet niet echt de lijnen waar je gekleurd hebt. Je kunt de nerfjes er straks nog weer heel mooi intekenen of eventueel met een potlood
of met een waterpenseel een beetje bijtekenen. Ik bedoel met een witte pen of iets dergelijks voor de accenten. Daar gaan we straks ook nog even mee bezig. Nou, dit blad moet ik zo meteen eerst even laten drogen. En dan brengt de donkere schaduw er nog bij aan. Dus ook daar komt nog wat. Even kijken. Hier zit dan ook nog een blaadje. Die gaan we ook nog even kleuren. Ik zal deze afbeelding in deze live niet helemaal gaan kleuren. Want ik wil jullie straks ook nog een paar ideetjes laten zien voor de afwerking. Hoe je ook een plaat nog weer kunt de finishing touch kunt doen. En dat wil ik gaan doen bij die platen die ik zojuist al liet zien. En dan laat ik wat verschillende dingetjes zien. Zoals een contourliner wil ik nog even laten zien hoe je de achtergrond kunt maken met de light markers. Hoe je een achtergrond kunt maken met de pandpastels. Wil ik dat allemaal in deze live. Was wel de bedoeling. Maar we gaan het zien. Nou, achter het glas is het wel ietsjes lichter. Dus ik ga dit blad ook gewoon een beetje in een licht kleurtje doen. Ik moet zeggen, ik vind glas zelf ook lastig kleuren en ik doe ook maar wat hoor. Kijk, daar zit dan zo'n blad. Daar zit nog een stukje van het stengeltje. Daar zit nog een stengeltje. Nou, dan hebben we in principe het glas. Nou, wat voor kleur ga ik voor het glas pakken? Ik denk dat ik gewoon een beetje een licht grijzige doe. Dit is de Green Gray. Even kijken. Andere kant wil ik hebben. Nou, die zien jullie hier dus niet zo heel goed op het blad, maar dat maakt niet uit. Het zit er wel op. En ik begin gewoon een beetje dat ik eerst dat onderste gedeelte, dat wil ik eigenlijk het donkerste hebben. En gewoon met vrij veel water en een licht kleurtje begin ik eerst even. Ja. Het blad zit natuurlijk achter het glas. Dus ik ga met mijn kleurtje ook gewoon over het glas heen. En dan is het net alsof dat gewoon een beetje weer erin verwerkt wordt. Nou, dit stuk is ietsjes donkerder dan het bovenste gedeelte. Dus daar zet ik nog een keer weer extra aan. Nou, hier loopt ongeveer dat water. Dus dat krijgt een dun laagje. Dat loopt daar nog weer heen. Jullie zien wel, ik ga daar gewoon vrij snel dan overheen. Dat je gewoon even een lekker dun laagje daaraan gaat brengen. Nou, dan kan hier nog weer net extra wat schaduw. Hier onderaan mag nog net wat extra schaduw. En daartussen doen we ook nog wat. En zien, dan kun je dat bovenste rondje van het glas kun je eventueel ook nog weer wat donkerder aan gaan zetten. Dat vind ik dan wel weer leuk.
Nou, zie je, zo heb je toch in no time eigenlijk een heel mooi glas. En ja, het geeft wel echt een beetje een glas in lood effect weer. Schaduw voor hieronder. Dat zou ik dan weer met een iets donkerdere tint gaan doen. Nou, dat kan bijvoorbeeld... We hebben in dit set ook de Green Grey. En omdat we nu met dit set bezig zijn, wil ik me ook even alleen bezighouden met deze drie nieuwe setjes. Dus ik pak ook gewoon deze kleur. En dat zet ik gewoon even wat donkerder aan. Ik pak er nog weer wat kleur bij. Kijk, en zie je, zo krijg je dus al, door alleen een schaduwrandje eronder te maken, alweer een heel ander effect bij je afbeelding. En voor dit soort achtergronden, ja, moet je eigenlijk een beetje snel werken. Redelijk wat water pakken. Niet te veel. Tussendoor zou je het eventueel een beetje nog kunnen laten drogen. En dan straks nog een tweede laagje er eventueel weer overheen. Dus dat ga ik zo meteen ook nog even weer proberen. Rondom de afbeelding kan je ook heel makkelijk een schaduw maken. Nou, dat zou ik in dit geval dan ook weer gewoon doen met die lichte grijze. En je kan een schaduw kan je dus maken met deze light markers. Of je kan het met de pampastel doen. Nou, in dit geval wil ik met de light markers. Ik vermeng het nog weer met een beetje water. En wat doe ik? Gewoon met een brede punt. Veel water. Poets ik er gewoon wat kleur overheen. En vaak dep ik het dan weer een beetje af. Dan krijg je namelijk een beetje zo'n, hoe zal ik het zeggen? Niet helemaal zo'n hele gladde achtergrond, maar een beetje een gewolkte achtergrond. Kijk, hoe leuk is dat? Kan je natuurlijk ook met allerlei andere kleurtjes doen. Dat is maar gewoon wat jij zelf leuk vindt. Wil jij bijvoorbeeld hier onder de bloem wat donkerdere schaduw? Dat kan ook heel goed. Poets je ook weer een beetje uit. En dan zie je dat je daar dus wat extra schaduw hebt. Nou, en zo ga je dat gewoon gaandeweg helemaal een beetje opbouwen. Ook aan deze kant zou ik dan wat donkerdere schaduw doen. Poets ik weer uit. En zo bouw je dat dus weer op. Nou, ondertussen, want zo ben ik altijd gewoon gaandeweg bezig met mijn project. Zo zou ik nu bijvoorbeeld, als ik zelf bezig zou zijn, eerst weer die roze pakken. Dus dat is de kleur Peony Pink. En dan zou ik nu bijvoorbeeld eerst weer over deze een volgende laag aan gaan brengen. En zien jullie nu al het verschil, hoe die kleur nu eigenlijk totaal anders uit gaat pakken. Nu krijgt hij veel meer paars erbij in. Dus ook hier zou ik dan weer een tweede laagje overheen doen. En zo ga je dus laagje over laagje opbouwen. En zien jullie het contrast nu in de bloemetjes? Dus dat krijg je als je dus de eerste laag even goed laat drogen. En daarna pas de tweede laag er overheen doet. En zo kun je dus straks ook op het einde, kun je heel goed zien van waar je dan nog weer extra accenten wil. En dat vind ik het voordeel van alles in laagjes op gaan bouwen, want dan zie je pas het uiteindelijke resultaat. Ik doe nooit eerst de hele bloem
Of bijvoorbeeld dat ik eerst zorg dat ik deze roos klaar heb en dat ik dan pas naar de volgende ga. Nee, ik doe altijd over het totaal geheel ga ik kijken van waar wil ik nog extra kleur aanbrengen. En zo kan ik daar gewoon ja, een hele tijd lekker mee prutsen. En de ene keer gebruik ik deze kleurtechniek, de andere keer gebruik ik die kleurtechniek. Dat is ook maar gewoon ja, waar ik zin in heb, waar mijn mood naar staat. De ene keer gebruik ik alleen dit soort tinten. Een andere keer zou ik zeggen van, nou weet je, dat blad, nou ja, die begint al een beetje te verdorren. Daar komt een klein groen puntje aan. En dat poets ik dan gewoon weer in mijn kleurtje. Kijk, zie je? En dat doe je dan niet bij alle blaadjes, maar gewoon bij je paar. Want hij kruist daar. Nou, dat blad, ze hebben elkaar een klein beetje aangestoken. Die begint daar ook al een beetje te rotten. Nou, het ziet er toch hartstikke leuk uit. Dus zo ga je echt een beetje, ja, kleur op kleur opbouwen. Nou, even kijken. Nu heb ik dat laten zien. Je kan voor de achtergrond, kan je natuurlijk ook zeggen, ik vind het leuk om op de achtergrond ook nog wat te gaan stempelen. Nou, dat kan prima. We hebben ook allerlei leuke stempels. En dan is het natuurlijk wel leuk om dat stempelen in dezelfde kleurtinten te doen. In dit geval wil ik gewoon een beetje lichtjes op de achtergrond stempelen. Dus ik pak mijn kleur, oh dit is toch wel een vrij donkere, maar dit is de Green 5. En dat ga ik gewoon even overal een beetje herhalen. Dat motiefje vind ik wel leuk. Dan komt er een klein beetje van dit motiefje nog op. Niet te veel. Even kijken. Ja, eigenlijk zou ik wel iets van spettertjes of zo willen hebben. Maar volgens mij heb ik dat. Oh, wacht. Ik heb ook nog wel iets van een script, denk ik. Dat vind ik dan weer leuk. Dan doen we dat script in het roze er nog weer overheen. Ja, je moet gewoon oefenen met kleuren en niet bang zijn dat je het verkeerd doet. Maar gewoon lekker ervoor gaan zitten. Een beetje script er doorheen. Script komt daar. Nou, nu heb ik dus qua achtergrond verder niet zo heel veel nog gedaan. Dit is wat gewoon even een proefje. Misschien dat ik hem ook nog wel helemaal af ga maken. Zou zomaar kunnen, maar ik wil gewoon even allerlei techniekjes aan jullie ook laten zien. Dus of dit helemaal een perfect hoogstandje gaat worden, gaan we na die tijd wel zien. Wat is nog meer leuk om te doen? Nou, even kijken, dat wilde ik even op deze uit gaan proberen. Bij sommige bloemen is het ook leuk om die accenten nog weer aan te zetten. Dat kan je met een witte marker doen. Met bijvoorbeeld een witte gelpen. Maar wat ik bijvoorbeeld ook heel erg leuk vind, is de contourliner. En de contourliner, dat is een soort 3D-verf. En wat je dan doet is, deze heeft een hele fijne punt. En dan ga je overal van die leuke schaduweffecten trekken. Dus gewoon een beetje van die lijntjes weer zetten. En dat laat je drogen. Dus dit is echt een soort 3D-effect.
zal het straks even laten zien bij een die al een beetje ingedroogd is. Ik had een kladje gemaakt, daar had ik het ook op gedaan. Kijk, en zien jullie, zo gaat je plaatje nog meer leven. Je moet ook absoluut niet hard knijpen in je potje, want dan krijg je gewoon veel te veel. Het gaat echt om die kleine accentjes. Nou, hiermee kan je ook hele leuke kleine stipjes maken op je bloem. Ja, ik ben zo iemand, ik doe heel vaak dan 3 stipjes. Niet dat dat hoeft, maar ja goed. Zo zit ik nou eenmaal in elkaar. Kijk, zie je, dan krijg je alweer een heel leuk effect. Ook leuk om dat bijvoorbeeld zo een beetje langs de randjes zo van de bloem nog te doen. Het hoeft dan niet bij allemaal, maar bij een paar is dat wel leuk. Nou, dit gaat echt in 3D opdrogen, dus het blijft echt zo bovenop liggen. Datzelfde idee is dan natuurlijk ook, ja, het is een soort witte verf, alleen dan 3D. Dus het ligt er echt dikker bovenop. Datzelfde is natuurlijk ook leuk om dat in een goudkleur op de takjes te doen. En degene die Dine Sprakel kent, die weten dat zij heel veel vazen schildert. Nou, daar gebruiken ze ook heel veel van die contourliner bij. Kijk, een paar stukjes op de nerfjes. En hier gewoon echt niet hard in knijpen, maar heel lichtjes erop doen. En zien jullie wat voor tof effect dat geeft? Ja, ik hou er wel van. Ik vind het altijd leuk om een beetje zo'n finishing touch weer op je project nog te doen. Gewoon net even iets anders. Ook leuk om dan met een gouden spettenpen wat extra spettetjes aan te brengen. Dus dit is de contourliner van Stamperia. Maar er zijn ook contourliners van bijvoorbeeld het merk Amsterdam. Er zijn wat verschillende kleurtjes. Nou, dit is een mooie goudkleur. We gaan bij deze gewoon even de takjes allemaal afmaken, de blaadjes. Dan hebben jullie toch even wat verschillende dingen weer gezien. Deze had ik afgelopen zaterdag, ben ik hier tijdens de demodag mee aan het kleuren gegaan. Dus een aantal van jullie zullen deze wel bekend voorkomen. Kijk, dit is toch tof. Dan kan je ook zeggen van, nou, ik doe bijvoorbeeld bij een paar nog een klein stukje zo langs de randjes, de nerfjes nog iets aanzetten. Ja, dat vind ik het leukste om dan zo'n finishing touch te doen. Hè? Om het dan gewoon toch weer net even iets anders dan anders te doen. Ik was daarmee aan het uitdenken van, ja, wat ga ik jullie toch laten zien? Toen dacht ik van, oh help, dat ga ik nooit allemaal in één live redden. Maar ik ben blij dat ik al veel gekleurde platen nog niet afgewerkt had liggen. Dus dan kunnen we nu tijdens de live mooi wat verschillende techniekjes laten zien. Kijk, zien jullie, dat is toch gewoon leuk. Wat ik dan ook leuk vind, is om dan natuurlijk ook nog een paar van die dauwdruppeltjes op te maken. En dat doe je met zo'n gloss pen van Studio Light. En met een gloss pen maken we op het bloemetje zelf wat leuke dauwdruppels. Dat ziet er nu nog wit uit. Maar als dit is opgedroogd, is het gewoon echt transparant. En heb je dus van die leuke, ja, leuke dauwdruppels. Ook leuk om er nog een paar op de blaadjes te doen. Niet op alle blaadjes, gewoon af en toe een paar. Daar mogen er nog wat. En daar nog. Nou,
Als deze helemaal klaar is, zal ik hem wel laten zien. Maar die dauwdruppels die worden dus ook nog transparant. Wat kan nog meer? Even kijken. Ik heb bijvoorbeeld deze nog. Ik ga deze even aan de kant leggen, zodat dat reliëfspul even kan drogen. Want anders dan ben ik bang dat ik er tegenaan ga en dat ik hem alsnog verpest. Dat zou ik zonde vinden. Nou, je kan bijvoorbeeld ook met een gele gelpen. Zou je in deze nog wat leuke accenten kunnen maken. Bij deze zou wit wel weer ontzettend opvallen. En dan vind ik bijvoorbeeld een gele vind ik dan wel net zo leuk weer. Maar wat ik bij deze dan ook wel leuk zou vinden, is bijvoorbeeld om hier precies in het midden met deze contourliner. En dat komt er dus ook dikker bovenop te liggen om gewoon allemaal van die kleine stipjes te maken. Nou, dan moet je dus echt niet te hard inknijpen. Dan vind ik het ook wel leuk om dan hier die accenten, daar waar dat hartje zeg maar ophoudt, om dat toch ietsjes breder te maken. En hier heeft hij bijvoorbeeld wat bruin zitten. Dan vind ik het wel leuk om daar dan ook nog weer die contourliner een beetje overheen te doen. Ook hier aan de zijkant. Ja, je kunt er echt super leuk nog mee spelen. Ook bij deze een klein beetje van die contourliner. Nou, dat ga ik bij deze dan ook maar op het blad weer doen. Dus ook op die nerfjes en dan niet helemaal, maar gewoon een beetje druppelsgewijs breng je dat aan. Dus echt niet hard knijpen in deze tubus. Gewoon een beetje eroverheen aaien. Ook niet te veel, want ze zeggen wel eens less is more. Nou, ik vind dat er zometeen al meer dan genoeg extra op zit. Dus doe echt geen mega dikke lijnen. Ja, dit is toch gewoon gaaf. Dan komt er, ja, less is more zeggen we dan. Gouden spetters erop is natuurlijk ook ontzettend leuk. Voor gouden spetters hebben we allerlei verschillende soorten. Ik heb sinds kort ook deze van de Spectrum Noir en die vind ik ook wel ontzettend fijn. Kan je ook gewoon prima mee spetteren. Dat was dus niet de bedoeling. Nou, deze moeten we dus maar uit gaan knippen en ergens op gaan plakken. Of gaan kofferen dat daar iets anders overheen komt. Want mijn punt viel eruit. Ik wilde dus voorzichtig wat gouden spetters erop doen. Maar daar dacht de marker iets anders over. Ja, ik durf nu niet meer te hard te timmeren, want ik ben bang dat ik er dan helemaal overheen ga. Ik ga dat spetteren ik wil later even doen. Wat ik nog wel bij een proefpapiertje wilde laten zien, is dat je met deze marker kan je die lijnen ook heel mooi trekken. Kijk, dat heb ik bij deze ook gedaan. Maar wat ook leuk is, je kan ook zeggen, ik ga de hele lijnen weer natekenen. Dus je kan ook de buitenlijnen van jouw tekening kan je ook prima weer helemaal natekenen met zo'n metallic marker. Nou, in dit geval zou ik het dan wel iets donkerder ingekleurd hebben. Maar dat kan ook bijvoorbeeld met een zwarte marker. Dus zeg jij van, ik vind dat grijze niet zo mooi.
Je kunt ook de contourlijnen natuurlijk altijd weer natekenen. Nou, wat er net gebeurde is dat dit puntje, ik weet niet hoe het kwam, maar die was eruit gevallen. En die viel dus hier precies op mijn afbeelding. Maar het kan ook zijn dat ik er even een tekstbanner of iets dergelijks overheen maak. Dus dat, daar verzin ik nog wel iets op. Dat komt wel goed. We zijn niet voor één gat te vangen wat dat betreft. Het laatste wat ik nog even wilde laten zien. Dat is een achtergrondje met de pandpastels. Want er zijn ook heel veel mensen die vinden het moeilijk om gelijk met water een mooie achtergrond te maken. Nou, je kan ook de pandpastels daarvoor pakken. Even kijken. En nou, ze zijn wel heel geschikt, maar ik had hem laten vallen. En ik denk dat daarmee dat puntje los is gaan zitten. Dat moet je ook niet doen. Maar ja, goed, haastige spoed is zelden goed, zeggen ze soms. Je kan ook met pandpastels heel mooi achtergrondjes maken. Je kan dat met een beetje een bruinige tint doen of een grijzige tint. Voordeel van pandpastel is dat je het weer uit kan vegen. En dat je dat heel makkelijk van licht naar donker kan doen. Dit is pandpastel achtergrond. Is makkelijker dan een watercolor achtergrond. Maar ja, ik wilde laten zien dat je het in ieder geval met de light markers wel kunt. En dat is gewoon even een kwestie van oefenen. Dan heb je dat snel genoeg onder de knie. Maar er zijn mensen die dat gewoon ja, echt lastig vinden. En dan is zoals dit met pandpastel is een ja, stuk makkelijker. Is dat bijvoorbeeld ook te donker qua schaduw, kan je dat weer heel makkelijk uitgummen en weer een nieuw laagje aan gaan brengen. Ik doe dat vaak met wat meerdere kleurtjes. Okay, dus dan poets je gewoon een beetje zo op de achtergrond wat kleur. Kan je ook gewoon met roze doen als jij dat leuker vindt. Achtergronden kunnen in allerlei kleuren. Ik hou de achtergrond meestal wat ja, subtieler van kleur. Zodat mijn kleurwerk er gewoon lekker uit gaat springen. Kijk, daar breng ik dan weer ietsjes donkerder aan. En dan zou je hier overheen ook nog weer kunnen stempelen. Kan je gewoon je stempelinkt pakken. Of ja, met de lightmarkers weer stempelen. Dat je het in dezelfde kleurtjes houdt. Je hoeft ook niet wat te stempelen op de achtergrond. Je kan het ook alleen houden bij zo'n leuke pandpastel achtergrond. Je kan zelfs met mask stencils ermee werken. Dus ja, zoveel mogelijkheden. Voor mij is dit kleuren gewoon puur ontspanning. En heel vaak kleur ik gewoon die bloem in en doe ik er daarna eigenlijk niks mee. Dus daarom vind ik zo'n ja, kleurboek in mijn journal vind ik ook gewoon ideaal. Want dan is het gewoon lekker je hoofd leeg kleuren en dan moet er niks mee. En wil je er wel wat mee, nou ja, dan kan dat. Dan kun je alsnog kun je hem uit je kleurboek halen en verwerken op een leuke achtergrond. Of een kaartje ervan maken. Maar weet je, als ik zoiets voor mezelf heb van het zit in een kleurboek. Ik hoef het aan niemand te laten zien. Dan ga ik gewoon lekker los en vaak krijg je dan gewoon de mooiste afbeeldingen. Kijk, zie je ook met pandpastel krijg je gewoon hele mooie subtiele schaduwen overal. En dat kan je dus zo donker maken als wat je zelf wil. En dan kijk je van waar wil ik extra schaduw, waar wil ik dat mijn bloem er echt goed uit gaat springen. Hier wil ik hem ook nog net ietsjes donkerder hebben. Nou, pandpastels moet je wel even fixeren met een fixatief. En dat doe je gewoon op het allerlaatste even als je hele werkje klaar is. En dan gebeurt er ook niks meer mee. Ook hier zou ik dan nog wat extra grijs willen.
En als ik dan straks die schaduw eromheen heb, dan kijk ik nog een keer weer naar mijn bloemen van, nou, waar mis ik nou nog wat kleur? Waar zou nog wat extra schaduw moeten? Bij deze moet ik hier in het hartje nog weer wat doen. Hier komen nog dauwdruppeltjes en dergelijke op. Dus je kan er gewoon nog uren mee spelen. De kleur die ik nu gebruikt heb, ik heb gewoon zomaar wat gepakt. Dit is de Raw Umber Tint, de 780.8. En ik heb de kleur Neutral Grey 820.5. Maar het is bijvoorbeeld ook leuk, en dat kan nog prima hier weer doorheen. Een klein beetje blauw. En dat is ook het leuke van Pan Pastel. Daar kun je dus ook kleurtjes mengen met elkaar. Als je het nog niet gefixeerd hebt. En kijk eens wat voor mooie, ja, wolkachtige achtergrond je dan krijgt. Dus met een beetje blauw er nog weer doorheen. Ja, je kunt daar gewoon zo leuk mee spelen. Dus dat vind ik gewoon altijd als finishing touch bij zoiets. Vind ik dat gewoon zo leuk om er gewoon lekker een beetje nog kliederen op de achtergrond. Allerlei verschillende spulletjes weer bijpakken. Dus van een simpele kleurplaat kun je ook heel veel moois maken. Je kunt er kaart van maken. Of lekker voor jezelf achter een lijstje doen. Ik hoop dat ik jullie in deze live het een en ander weer heb kunnen vertellen, kunnen laten zien. Er komen zeker nog meer kleurlives. We gaan ook nog, zodra ik deze allemaal klaar heb, ga ik ook nog foto's ervan maken. Dat jullie ook wat kleurvoorbeelden erbij hebben. Maar het komt allemaal nog. Komt tijd, komt raad, zegt ze allemaal. Kun je na het stempelen nog fixeren? Fixeren kun je zeker op het allerlaatst, zou ik dat pas doen. Dus als je alles klaar hebt, dan weet je ook zeker dat je, dat je inkten ook pakken op het papier. Fixeren zou ik echt als allerlaatste finishing touch doen. Voor nu wil ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor het meekijken. En wil je dus graag zo'n setje winnen? We hebben nu een giveaway in onze groep en die maandag maken wij de winnaar bekend. Dus waag gewoon een kansje. Kijk even in onze groep. Het staat bij uitgelicht. Dus veel succes allemaal. En mocht je winnen, dan kijken wij natuurlijk ook heel erg uit naar jullie voorbeelden mee. Voor nu bedankt en tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!